We zijn hier met Desolator en Bully's Pub in Winschoten op Storm Metal. Kunnen jullie jezelf even voorstellen aan onze luisteraars? Ja, ik ben Laurens Houvast. Ik ben zanger-gitarist. Ik ben Frank, ik ben bassist, backup vocals. Kunnen jullie kort even iets vertellen over de geschiedenis van de band? Ja, Frank en ik hebben al heel lang het idee om deze band te beginnen. En we hebben in het verleden hebben we in verschillende bands gespeeld. En uiteindelijk hebben we gewoon de knoop doorgehaakt. We hebben een goede drummer gevonden. En ja, zo is het balletje komen te rollen en zijn we begonnen. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Ja, de drummer en ik spelen nu zo 10 jaar samen. Iedere keer in bandjes of in projecten samen. En ik speel met Laurens nu zo'n jaar of 3. In 2 verschillende bands hebben we samen gezeten. En eigenlijk dacht ik van ja, we moeten gewoon, ja, in Enschede heb je echt weinig echt trash bands, meer death metal scene is heel groot daar. En we hadden het idee van ja, trash, dat vinden we eigenlijk helemaal te gek en death metal iets minder. En ja, we moeten gewoon zo'n trash metal band aan de gang krijgen. En eigenlijk zo heb ik 2 mensen bij elkaar gebracht waar ik al een tijdje mee speelde. En zo zijn Laurens en ik, wij wonen allebei dicht bij elkaar en we zijn echt vanaf het begin gelijk veel dagen in de week bezig gegaan met deze band en doen we nog steeds. Het begint aardig vruchten af te werpen. Ja. Echt 7 dagen in de week zijn we mee bezig. Gewoon naast onze vaste werk of vaste bezigheden. Dus gewoon druk mee bezig zijn en dan. Dat is leuk. En vorig jaar kwam jullie EP uit. EP 2013 schijnt die dus te heten. Hoe zijn de reacties op het schrijven tot nu toe? Ja, eigenlijk wel allemaal positief. We hebben eigenlijk geen enkele negatieve reactie gehoord. Eigenlijk is elke review die we hebben gekregen, die is ligt tussen de 7,5 en de 8,5. Dus daar zijn we echt wel heel tevreden mee. Wij hebben die EP vrij snel uitgebracht naar oprichting. Ik denk zo'n 2-3 maanden. Want wij hadden wat contacten in Finland en we wilden daar graag naartoe. We hadden 1 optreden bevestigd en we moesten gewoon zo snel mogelijk een EP afmaken. En eigenlijk is die EP, tenminste in mijn idee, niet meer helemaal representatief voor wat wij nu kunnen, zeg maar, en spelen. Maar we spelen het wel live, maar we hebben nieuwe nummers gemaakt. Die zijn gaver, vind ik zelf. En we zijn nu bezig met een album. Dus hopelijk kunnen we die binnenkort wat meer daarmee gaan doen. Idee wanneer het ongeveer uit gaat komen? Zeker. We hebben als deadline van onszelf gezegd 1 september. We doen alles zelf, alle opnames, mix. Daardoor is het wel extra werk, maar we willen gewoon in eigen beheer doen en kost gewoon meer tijd en meer werk. Zeg maar. Ja, we willen ook gewoon de sfeer die je hebt met elkaar, die behoud je dan en dat heeft gewoon heel veel voordeel. En je kunt wat langer over dingen doen, je kunt wat dingen uitsmeren en over langere tijd en zonder dat je met hoge kosten gaat zitten ofzo. Dus we kunnen alles gewoon super relaxed doen en dat hoor je gewoon terug in de muziek op het album. Ja. Wat me toch opvalt ook bij de zanger Destruction Smear, is dat een invloed geweest op jou? Of? Ja, heb je helemaal goed gehoord. Ja, dat is wel een van mijn idolen, mijn voorbeelden qua vocals, maar ook Destruction zelf natuurlijk is gewoon een super gave band en ook, heeft ook invloed op onze gehele muziek. En daarnaast Slayer en Tom Araya van Slayer en Dave Mustaine van Megadeth zijn net zo goed grote invloeden voor mij, voor mijn vocals. Ja. Bedankt voor het interview. Hebben jullie zelf nog iets wat jullie graag willen toevoegen voor onze luisteraars? In ieder geval even zeggen, check eens op Facebook. Hou ons aan de gaten, we zijn druk bezig met het album. Die gaat dus in september uitkomen. Ja, we hebben er heel veel zin in en gaat super gaaf worden. Dus check ook onze website www.distillator.eu. En daar kun je ook al onze live optredens op vinden, we treden veel op. 3 tot 4 keer in de maand gemiddeld. Dus, door heel Nederland en Duitsland. Dus kom gewoon een keertje langs.